Salam is nu 40. Ze heeft 3 kinderen op de wereld gezet. Haar dochters zijn niet besneden. Ze heeft dit goed kunnen uitleggen aan de familie van haar man en haar eigen familie. Met haar eigen besnijdenis heeft Salam steeds meer moeite. Ze heeft het gevoel dat er iets van haar is afgenomen. Ook ervaart ze de laatste tijd geen plezier meer in seks met haar echtgenoot. Eigenlijk heeft ze dit nooit echt prettig gevonden. Ze vindt het pijnlijk en ervaart nauwelijks opwinding. Haar man vindt het moeilijk dat Salam eigenlijk niet meer met hem wil vrijen. Dit levert steeds meer spanning op in hun huwelijk. Op aanraden en verwijzing van de huisarts maakt Salam een afspraak met een seksuoloog. Hoe verheldert de seksuoloog in hoeverre de ervaren klachten van Salam samenhangen met haar besnijdenis? Welke zorg kan zij Salam bieden? En is een reconstructieve operatie misschien een mogelijkheid? Is dat aan de seksuoloog om dit ter sprake te brengen? Goedenavond allemaal. Ik ben Muus Deuser, plastisch chirurg, seksuoloog. Binnenkort ook Integrative Health Medicine arts. Ik ga nog een stuk vertellen over de seksologie en de plastische chirurgie in verband met genitale verminking. Nou, we kennen allemaal de korte en de lange termijn gevolgen. Deze zijn ook uitgelegd door mijn voorgangers en collega's. Als we kijken naar de lange termijn gevolgen, zijn de blaasontstekingen, die zijn al genoemd. Genitale infecties kunnen ook op lange termijn voorkomen, doordat er huidcellen onder de huid zijn achtergebleven. Ander restmateriaal wat achter is gebleven, zoals takjes, zand enzovoort. Menstruatieklachten zijn ruim besproken, problemen bij de bevalling ook. Pijn bij het vrij is een ander punt waar denk ik wat meer aandacht voor moet komen, dus daar ga ik het zo over hebben. De psychische problemen zijn natuurlijk belangrijk. De trauma, niet alleen door de besnijdenis zelf, en de littekens. En de littekens kunnen natuurlijk de psychische littekens zijn, maar natuurlijk ook de fysieke littekens. Welke op zichzelf ook nog klachten kunnen veroorzaken, los van de, van de klachten die we met meer ook bij de besnijdenis kennen. Als we kijken naar de traumata, kunnen trauma natuurlijk door de besnijdenis zelf voorkomen. Maar wat we niet moeten vergeten zijn, is ook de migratiegeschiedenis. En dat er ook bijvoorbeeld seksueel geweld kan plaatsvinden tijdens het vluchten naar Nederland. Beide dingen kunnen aanhoudende lichamelijke klachten geven. ALK, wat voorheen de SOLK was. En het is belangrijk ook om naar te kijken. Want zijn er klachten die we niet goed kunnen verklaren en die we op een andere manier misschien moeten benaderen? Door gewoon wat meer holistisch te kijken. Depressie en angst kunnen voorkomen ten gevolge van de VGV. Door schaamte, door anders voelen of door ook het trauma wat eraan onder ligt. Hierbij kunnen mensen verwezen worden naar een psycholoog. Indien er ook medicatie nodig is, kan er een psychiater betrokken worden. Een traumacentrum heeft natuurlijk alle multidisciplinaire hulpverleners op het gebied van trauma. En mensen kunnen verwezen worden of zelf contact opnemen met een seksuoloog. Wat doet een seksuoloog over het algemeen? Een seksuoloog helpt bij seksuele en intimiteitsproblemen. Dat hou ik liever. Ik benoem ze apart, omdat intimiteit betekent ook gewoon aanraken, knuffelen. Kan ook met iedereen zijn, dus kan ook met je kind zijn een probleem of een barrière daarin, maar met name ook met de partner. Daarnaast kunnen problemen met vrijen ontstaan en ook seksuele problemen, waarbij toch seks voor veel mensen penis en vagina seks is. Wat je bij VGV ook als probleem kan zien. Maar heel belangrijk is ook dat er ook helemaal geen seksuele problemen hoeven te zijn. Dus het is niet zo dat als iemand besneden is en een besneden vrouw bezoekt je spreekuur, dat er ook per definitie sprake is van een seksuoloog probleem. Zoals eerder ook genoemd is door professor Legault Jansen, is dat mensen dus gewoon de seksuele responscyclus gewoon kunnen doorlopen. Want de clitoris is heel groot, ongeveer 12 centimeter. En als er bij de besnijdenis de clitoris al geraakt is, ik benoem het heel specifiek als, want het zijn jonge meiden die besneden worden, dus het is op jonge leeftijd. Over het algemeen liggen jonge meiden die pijn gedaan worden niet stil. Dus soms wordt die helemaal niet geraakt. En dat zien we ook bij de reconstructie of bij een operatie, dat de clitoris nog puntgaaf is. Los daarvan is die dus heel groot en aanwezig en kan die op verschillende manieren gestimuleerd worden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de seksuoloog dat met de vrouw bespreekt. En dat mensen niet denken, goh, ik wil een operatie, want ik wil graag een orgasme. Want dat is niet hoe het werkt. Dus vandaar de psychoseksuele educatie die zo ontzettend belangrijk is. Dat kunnen natuurlijk door meerdere mensen gegeven worden, maar bijvoorbeeld met name ook door de seksuoloog. Die kan kijken van, waar zit er een probleem in het verlangen? Zit er een probleem in de opwinding? Is er een orgasmeprobleem of is de herstelfase juist lastiger? Omdat mensen dan pijn hebben na de hand na het vrijen.
En ook dus de anatomie kan uitgelegd worden samen met een vrouw of door samen te kijken. Bij seksuele problemen, we zien hier een cirkeltje waarbij problemen kunnen ontstaan en wat de gevolgen kunnen zijn. Dat er schaamte kan optreden, kan faalangst zijn, vermijding. Als iets pijn doet, is de eerste reactie dat je dat liever niet wil gaan doen. Maar wat nog veel belangrijker is, de eerste keer na VGV, de eerste keer seks, geeft maar 50% kans op pijn. Dat is niet heel veel anders dan bij vrouwen die niet besneden zijn. En kan meerdere oorzaken hebben. Het wordt pas interessant als de pijn eigenlijk blijft bestaan. Want dan is niet alleen de eerste keer die überhaupt spannend is, de opwinding is wat minder, er is minder lubricatie, dus er is meer kans op pijn. Maar als de pijn blijft aanhouden en mensen komen in een cirkel, dan gaan mensen pijn vermijden, gaan elkaar vermijden en kan dat ook relationeel en ook psychische problemen geven. Die pijn die kan een fysieke oorzaak hebben door een litteken, doordat de introïtus heel nauw is gemaakt, dus de ingang van de vagina. Het kan een psychologische oorzaak hebben, dus trauma of andere psychologische klachten door schaamte of depressie of angst die is ontstaan. En het kan ook een kennisprobleem zijn, dus dat mensen niet weten waar de clitoris zit of hoe ze zichzelf of hun partner kunnen bevredigen. En dat zijn dingen waar een seksoloog samen met een patiënt naar kan kijken en ook uitgebreid de tijd voor kan nemen. Want zij hebben gewoon meer tijd voor een consult dan een arts die in een ziekenhuis soms 5, maximaal 15 minuten heeft. Andere dingen is het plezier van seks. Als je altijd geleerd is dat seks niet mag, wat met name dan voor het huwelijk betreft, maar daarna ook vaak een negatieve connotatie heeft, kan het zijn dat mensen er geen plezier in ervaren. En met minder plezier is een orgasme ook weer wat lastiger. De vraag in het filmpje hiervoor was, kan de seksuoloog naar een chirurg verwijzen? Natuurlijk kan dat. In principe kan iedereen naar een plastisch chirurg of naar een gynaecoloog verwijzen. Dat kan de huisarts zijn, dat kan een forensisch arts zijn, mocht iemand niet de huisarts willen betrekken, de jeugdgezondheidszorg. En mensen kunnen ook zelf contact opnemen. Vaak is het in een ziekenhuis wel zo dat mensen een verwijsbrief nodig hebben. Dus dat is dan toch het makkelijkste via de huisarts. Wanneer komt de verwijzing? Bijvoorbeeld vanuit een seksuoloog of gynaecoloog. Als er twijfel is of er nog een anatomische oorzaak kan zijn voor de klachten. Dus als er gekeken is naar trauma, naar psychische klachten. Naar de kennis is bijgespijkerd, indien dat nodig was. En de mevrouw blijft klachten houden. Of pijnklachten. Dat is het volgende punt. Dat de seksologische behandeling is afgerond of de psychologische behandeling. En de pijn blijft toch bestaan en we kunnen daar niet goed een vinger op leggen. Bij de sterke wens van de vrouw, dus stel dat een vrouw toch aanhoudt van, nou, ik wil graag dat er een gekeken wordt van of reconstructie een optie is, wat de mogelijkheden daarin zijn, kan iemand ook verwezen worden. Daarbij is het wel echt heel belangrijk dat trauma en de psychologische klachten eerst goed behandeld zijn. Een operatie, vooral een operatie in het genitale gebied, waarbij je eigenlijk iemand pijn gaat doen, ook al is dat de keuze van een vrouw, kan ook weer een herbeleving of het weer opwekken en het trauma kan weer terugkomen. Daarbij geef ik vaak de voorkeur aan, afhankelijk van de vrouw, om het toch onder algehele anesthesie te doen, omdat dan in ieder geval het herbeleven op dat moment door de anesthesie te ondervangen is. Chirurgie, door wie dan? Nou ja, conform de leidraad zou ik zeggen door een terzakenkundig zorgverlener. Dat kan wat mij betreft een gynaecoloog zijn. Die kan dan kijken naar de oorzaak van de klacht en of die anatomisch is. Het kan educatief gynaecologisch onderzoek doen. En die kan kijken of er chirurgische mogelijkheden zijn. Is er behoefte aan reconstructie en is dat een optie? Of is dat waar de gynaecoloog en de patiënt toe komen? Dan kan er verwezen worden naar een plastisch chirurg. Nou, wat doet de plastisch chirurg? Die kijkt, is reconstructie mogelijk? Is er voldoende weefsel? Kan deze mevrouw een reconstructie dragen? En er wordt gekeken naar verwachtingsmanagement, want dat is heel erg belangrijk. Wat wil iemand en kan ik dat bieden? En komen de verwachtingen die we beide hebben overeen? Waarbij je ook iemand iets kan laten tekenen en zelf tekent en dat naast elkaar kan leggen. Nou, heb je een plastisch chirurg en seksuoloog, dan kom je dus bij mij. Dan krijg je het hele pakket. Dan kijk ik naar de oorzaak van de klacht, of die anatomisch is. Ik doe educatief gynaecologisch onderzoek. Ik bespreek de chirurgische mogelijkheden. En kijk of reconstructie een optie is voor deze patiënt.
dat is jaren zo gaan. We zijn daar nu sinds kort veranderingen aan het brengen. Want als je het in je eentje doet, is het ook kwetsbaar. Het andere voordeel is dat je en de counseling en de informatievoorziening en de seksologie en een compleet beeld van de patiënt krijgt. Dat is wel een heel groot voordeel. Zodat je ook weet, als iets anders loopt dan verwacht, waar dat dan kan liggen. Maar het valt en staat bij goede counseling vooraf. Waarbij het heel belangrijk is dat je weet, wat is het doel van de patiënt? Wat wil deze patiënt? En dat kan echt heel verschillend zijn. Ik heb vandaag een heel spreekuur gehad met VGV-patiënten. De ene heeft een menstruatieklacht, moet geopereerd worden, dus er moet geopend worden. Maar wil dat zo min mogelijk en eigenlijk het liefst zelfs hersteld. De ander wil zwanger worden. Een heel andere vraag. Weer een ander wil reconstructie, met name om het trauma en het psychologische deel. Het liefst weer het herstel van eigen lichaam. En een ander heeft weer heel veel pijnklachten en heeft mogelijk een kieste. Het zijn allemaal vrouwen die toevallig allemaal dezelfde type 3 besnijdenis hebben gehad. Dat ziet er bij iedereen heel anders uit. Maar hebben allemaal een hele andere vraag. Op basis van die vraag ga je kijken, wat zijn de chirurgische mogelijkheden? En als iemand dan zegt, het hoeft maar een heel klein stukje open en al jeuken mijn vingers, dan omdat ik denk, er is zoveel huid en je kan hier zoveel moois van maken. Als we ook kijken of wat daarboven zit. Ik ga echt af op wat de patiënt wil, want ik denk dat dat heel belangrijk is. Want er kan heel veel, maar dat is niet altijd nodig. En dan is het verwachtingsmanagement en dan samen beslissen. Dus samen met de patiënt kijken, wat willen we uiteindelijk gaan doen. Wanneer ga je dus reconstrueren als er vulvaire en clitorale pijn is en consumptieve dingen tot nu toe allemaal gefaald zijn? Als herstel of verbetering van de somatische seksuele klachten nodig zijn. Dus er is pijn en de ingang van de vagina is te nauw. Of bij klachten door littekenweefsel en keloïden, zoals we zien op deze buik. Dat kan heel hard en heel dik zijn. Komt genitaal niet vaak voor, maar het is er soms wel. Neuromen, dat zijn als zenuwen doorgesneden en ze gaan op zoek naar de andere kant. En dat zijn hele gevoelige plekjes op één punt. Daar kun je naar samen met een vrouw naar zoeken. Abscessen of kiestes die zich herhalen. Maar het allerbelangrijkste, de vrouw bepaalt en de chirurg kijkt of het mogelijk is. Wanneer nog niet? Hoe zit dat momenteel? Momenteel is het zo dat bij cosmetische en psychologische klachten het buiten de leidraad valt en ook buiten vergoeding. En dat is heel erg belangrijk en wel ook heel erg jammer. Wat kunnen we doen? Het hangt heel erg af van de ernst en type van de VGV. Dus hoeveel weefsel is er weggehaald en welk weefsel is weggehaald. Belangrijk is opzoeken en behandelen van de pijnklachten of de klacht van de vrouw zelf. En niet naar wat jij denkt dat mogelijk beter is. De ingang van de vagina verbeteren. Eventueel de clitoris meer naar buiten brengen. En een hoedje en een capuchon vormen. Als je toch huid nodig hebt, is het mooier om dat netjes naar elkaar toe te hechten en eroverheen, dan dat je het gewoon zo laat zitten. De clitoris zit op plaatje A met de bandjes. Dat is tussen het schaambeen en de clitoris vast. En blijft op zijn plek. Wat we zien bij een besnijdenis, en dan komen we bij plaatje C, is dat als er een stukje af is gehaald, dat er ook littekenweefsel veroorzaakt en de clitoris ook aan het schaambeen vast kan gaan zitten. Wat ik dan doe, is dat we het littekenweefsel weghalen en ook de bandjes doornemen, zodat de clitoris meer naar buiten komt. Die ophangbandjes moeten dan wel weer opnieuw hersteld worden om de clitoris in positie te houden, zodat hij zich niet terugtrekt. Nogmaals, het hangt heel erg af van hoeveel weefsel er nog is. Na de operatie is het heel belangrijk om het goed schoon te houden en te verzorgen. Belangrijk is dat de vrouwen weten dat de eerste 2-3 weken echt pijnlijk kunnen zijn. Echter, bij een groot internationaal onderzoek die vanuit Zwitserland is geïnitieerd, blijkt dat onze patiënten, ondanks dat wij vrij grote ingrepen doen, het minste pijn hebben. En eigenlijk met paracetamol alleen uit kunnen. En hoe dat zit, weten we nog niet, gaan we onderzoeken. Nou, er is een kans dat de klachten niet verdwijnen. Dat moet de vrouw ook goed weten. Volgens literatuuronderzoek wat in Frankrijk is gedaan, kunnen seksuele klachten verslechteren bij 22% van de vrouwen. Wij nog niet gezien, maar onze groep is echt heel veel kleiner. En de clitoris kan zich terugtrekken. En de gevormde schaamlippen en hoedje kunnen ook vlakker worden. Nou, wat is de route naar zorg? Zoals ik al zei, kan de vrouw zelf contact opnemen met onze poli. Vaak is er dan wel een verwijsbrief nodig. Maar je kan naar de huisarts, via de huisarts of via een andere medisch specialist. En hoe krijg je dan de zorg die je nodig hebt?
kijkende leidraad. Daar kunnen de patiënten zelf bij, daar kunnen alle specialisten bij. Die kunnen kijken waar welke zorg zit en hoe ze daar het beste naartoe komen. Kom je er echt niet uit? Bel Faros. Die weten altijd waar iemand zit, bij jou in de buurt. Of dat een sleutelpersoon, een gynaecoloog of plastisch chirurg. We zijn met ontzettend veel mensen. Het is echt multidisciplinaire zorg, maar niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Het kan alleen als we de juiste verwijzingen krijgen. Het kan alleen als we de goede samenwerking hebben. En alleen als we ook goede nazorg kunnen bieden met alle partners die er zijn in het veld. Wat ik al zei, er komt binnenkort onderzoek via een subsidie van het ZONMW naar onderzoek naar herstelzorg. Want we zien dat er toch nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs is. We zien op dit moment wordt bij niet-somatische wordt reconstructie bij vrouwen zonder somatische klachten echt afgeraden. Terwijl ik dat niet helemaal terecht vind, dus dat gaan we uitzoeken. En we willen kijken naar hoe zit het met de multidisciplinaire herstelzorg. Wat zijn de verwijzingen? Waarom worden mensen verwezen? Is het effectief en is het veilig? En we gaan daar een follow-up systeem doen bij het Amsterdam UMC. Via 3 sporen, somatisch, psychisch en seksueel. Dank jullie wel. Dankjewel, Misde. En ja, hartstikke mooi om met die slide af te sluiten. Want er wordt natuurlijk al jaren toegewerkt naar zo'n onderzoek. En eindelijk gaan we dat gewoon ook doen in Nederland. Dat is toch wel even mooi om daarbij stil te kunnen staan. De eerste vraag die ik voor jou heb is... je zei, je had vandaag nog spreekuur met meerdere patiënten... waarbij VGV een probleem was. Mm-hmm. Hoeveel vrouwen zie jij gemiddeld... of hoeveel vrouwen heb jij behandeld door de jaren heen? Goeie vraag. Wij zien op dit moment, en dat heeft met meerdere redenen te maken... zien we denk ik heel weinig vrouwen. De route is niet altijd bekend... De standaardroute die er is vanuit mijn collega dr. Caroline Vos, mm-hmm. gynaecoloog. Die straks bij ons aan tafel zit, gelukkig. Ja. Zij heeft een heel goed team om zich heen. Die patiënten worden eigenlijk helemaal behandeld en gezien. En de mensen die het kunnen dragen worden doorgestuurd. Dus dat is voor mij een pretje eigenlijk. Ja, dus ze komen pas echt bij jou op het moment dat jouw expertise nodig is. Ja. Wat ik zie is door de grote wachtlijsten die ik heb op de poli, dat mensen gewoon, het duurt heel lang voordat ze aan de beurt kunnen komen. Mensen komen van ver weg, dus soms zeggen ze ook een paar keer af. Dus, ja. Uiteindelijk het behandelen heeft weer met de OK-wachtlijsten, is dat ook weer wat lastig. Omdat we moeten het in een academisch ziekenhuis ook gewoon schiften tussen prioriteiten. Ja. Dus al met al zie ik ongeveer... zeker wel 20 mensen per jaar eerder. Mm-hmm. Dat was in de coronatijdperk waren het ongeveer 20. En wat ik nu zie is doordat de bekendheid is... en doordat we meer praatjes geven op de nazorg, spreekuurteam... op de intervisies die er zijn, dat de stroom echt wel enorm toeneemt. Ja. En ik denk dat we dit jaar alleen al misschien 30, 40 mensen zeker al wel gezien hebben. Zo. Ja. En... kalender, niet kalenderjaar, maar een jaar. Maar ik je eigenlijk hoor zeggen is, de vraag is er. Die vrouwen willen wel gezien of in ieder geval geholpen worden door jou. Maar het ligt soms aan de route. Kunnen ze bij jou komen? Komen ze op de juiste manier bij jou? Is er dan tijd in jouw schema of in dat van het ziekenhuis? En wellicht als we die praktische zaken kunnen verbeteren... dat er nog meer zouden zijn. Ja. Maar ja, getallen zeggen natuurlijk niet zoveel over in een jaar... wat dan samenhangt met wat vrouwen... Inderdaad, en het lastige nu is ook... we kunnen alleen de vrouwen behandelen die ook echt een somatische klacht hebben. Ja. Dus de andere groep, die valt niet onder de verzekerde zorg. En daar zoeken we nu steeds voor andere behandelingen. Maar ik denk dat die groep ook gewoon groot is. En dan worden de aantallen weer veel groter. Ja, en dat geeft misschien meer ruimte om meer OK-ruimte daarvoor in te ruimen. Dat hoop ik. Als het maar zo simpel zou zijn. Ja. Want je vertelde net inderdaad ook over die multidisciplinaire samenwerking. Hoe mensen naar jou toe kunnen komen. Dus als ze naar een seksuoloog toe willen of bij jou willen komen voor plastische chirurgie. Dan hebben ze dus eigenlijk wel een verwijsbrief nodig. De meeste ziekenhuizen vragen daar wel om. Ja. Klinieken heb je meestal geen verwijsbrief bij nodig. Is wel makkelijker als die er wel is. Dus ook daar zien we soms wel mensen met verwijsbrief. En wat ik zie is, de kliniek waar ik werk is hier absoluut niet... opgebouwd, maar toch weten mensen de weg te vinden en maken gewoon een afspraak. Dus je ziet met name de jongere generatie en de mensen die de Nederlandse taal goed spreken, wat hoger opgeleid zijn, die vinden de zorg wel. Ja, en is het makkelijk voor vrouwen om doorverwezen te worden?
Ik heb niet de vrouwen die ik zie, ja, hebben die altijd. Die zijn er gekomen. Ja, precies. Precies. Maar die hebben altijd huisartsen die meewerken. Ik heb nog nooit iemand gehad die zei van ik wilde dit heel graag. Ik heb dit er echt doorheen moeten trekken. Ja, oké. Okay. Ja, dus die ervaringen zijn in ieder geval goed. En dan nog een laatste vraag. Hoe zit het met minderjarige vrouwen of meisjes in dat geval? Hoe is de zorg voor hun geregeld op jouw gebied van seksuologie en chirurgie? Ja. Bij seksologie kunnen ze altijd komen. Daar is niet echt een leeftijdsgrens voor. Mensen moeten wel zelf het gesprek aan kunnen gaan. Dus het wordt lastig als hun moeder het gesprek voor hun doet. Ja. Wat betreft de chirurgie hebben wij in de leidraad ook opgenomen vanaf 18 jaar. En dat is ook omdat alle electieve genitale zorg, dus zorg aan het genitaal, wat niet moet omdat er een vorm van kanker is of een groot absces, hebben wij voor afgesproken in Nederland met de Vereniging voor Plastische Chirurgie, Esthetische Plastische Chirurgie en Gynaecologie, dat vanaf 18 is. Ja. En wij willen dat ook hierbij aanhouden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen beseffen wat ze kiezen, wat de gevolgen zijn, de zorg moeten kunnen dragen voor. En ook, het is niet een operatie die je kan blijven doen. Nee. Dus het moet een hele bewuste keuze zijn. En ik sta daar ook wel achter om het bij 18 jaar te houden. Ja, nee, helder, dankjewel. Dus die plastische chirurgie is vanaf 18 jaar. Seksuologische zorg kan wel al eerder indien gewenst of nodig. En dat geldt natuurlijk voor alle andere vormen van zorg ook. Hè, bij een fysiotherapeut of bij een verloskundige. Daar kan gewoon naar een specialist toe verwezen worden of een arts met ervaring. Dankjewel, Muste, voor je presentatie en voor je antwoorden.